De verhuizing naar ons nieuw flatje staat voor de deur. In de vorige aflevering waren we druk bezig met de eerste klusjes in ons nieuwe huis, terwijl we gelijktijdig onze oude woning aan het leegruimen waren. Ook deze week staat er weer van alles op de planning. We gaan verder met schilderen en we gaan op zoek naar nieuwe meubels voor ons interieur. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, willen we eerst eens goed gaan kijken naar het plattegrond van ons huis. Wat past waar en waar moeten we wellicht afscheid van gaan nemen? Laten we gaan kijken. Guylaine heeft op ware grootte in Illustrator een plattegrond gemaakt. En wat elementen die we waarschijnlijk erin willen gaan zetten. Waar wil je mee beginnen? De woonkamer, slaapkamer? Slaapkamer is eerst leuk, toch? Oké, dus we wilden de kast dus zo zetten, maar we komen er nu achter dat hier dus een aantal outlets zitten. Ja. Dus die gaan we keren. Dus we hebben die 1,50 kast. En dan dachten we het kleinste gedeelte hanggedeelte boven elkaar en onder elkaar. En dan voor de rest planken. En dan hebben we hier ons nest. Ja, 1,60. Die willen we eigenlijk een beetje zo neerzetten, denk ik. Ja, hij is 1,60 breed. Misschien iets meer die kant op. Want dit is jouw kant, hè? Jij hebt altijd meer ruimte nodig. Ja, we hebben die stoel nog. Want jij wilde die stoel meenemen, toch? Kijk, die stoel staat hier. Oh, dat willen we daar doen. Want het leek me wel leuk om zo'n stoeltje te hebben aan de zijkant. Ja, om je kleding op te werpen. Woonkamer? Woonkamer dan maar. Nou, dit is het deel wat de gang is eigenlijk. Dus die moet je niet mee tellen. Nee. Dan hebben we hier het keukenblad. En het leek ons leuk, en ook voor mijn video's, om een kookeiland te doen. Alleen zitten we heel erg te twijfelen of we er nou 1 of 2 doen. Ja, want kijk, dit is 1 kookeilandje. Dat is best wel klein. Lijkt het in ieder geval zo. Ja. Toch, dan voelt het ineens heel klein. Ja, precies. En je zou natuurlijk 2 naast elkaar kunnen zetten. Ja, ook met het oog dat als er mensen kunnen blijven eten, dat we die blokken tegen elkaar kunnen aanschuiven en dat je dan kan eten. Maar op zich vind ik het ook wel heel groot dan. Ja, omdat we ook, schrik niet, een schuit van een bank hebben. Ja, dit is wel een hele grote schuit van een bank, ja. Dit is de enige kant op dat we hem willen, want anders, ja, zo kan niet, joh. Nee, dat is vervelend. Maar dan heb je wel weer het probleem. We hebben nog een kast, die grote schuit van jou, die zwarte. Ja, dit is de kast. Waar ga je die dan? Ja. En die, ja, nou, dachten we dan wel hier. Ja, maar dat gaat dus niet, want je hebt daar dus het filtersysteem zit daar. Oh, wacht, daar zitten ook nog plekken. Dus toen dachten we misschien, zetten we de bank een beetje zo en de kast een beetje zo. Ja, de tv-meubel gaat sowieso mee. De zwarte kast van jou gaat sowieso in eerste instantie mee. Ja, onze bank gaat natuurlijk mee en we gaan dus een kookeiland kopen. En we hebben er al eentje op het oog van Ikea. Ja, en dan hebben we nog een kleed. Want ik denk dat we het best wel simpel houden in dat opzicht. Niet veel tierenlantijntjes, misschien nog wel een bakje van Freek en dat soort dingen. Die moeten natuurlijk nog dingen. Ik vind het wel netjes eruit zien zo. Ja. Zoals je kan zien gaan we dus voor de minimalistische look. We willen zo veel mogelijk dingen in kasten stoppen en alles wegstoppen. En dat je gewoon zo clean mogelijk huis hebt. Al moet ik wel zeggen, dat gaat ons niet echt helemaal lukken. Trouwens, plankjes hebben we nog niet echt over nagedacht. Je niet gek concept dat we hier dadelijk wonen? Zeker. Hij kan me nog steeds niet voorstellen. Moet ik nog bijna het idee. Maar ik voel me hier wel meer thuis dan bij waar we nu wonen. Ja, dat is nu helemaal een verblijfplaats, hè? Een soort van slaapplaats. Ja. We gaan dus verhuizen en in onze slaapkamer liggen we eigenlijk niet zo lekker meer. Dus we dachten van, ja, alles moet toch naar de woonkamer uiteindelijk. Dus want ik werd ook een beetje gek om de hele tijd om dat bed heen te lopen. Ik denk, nou ja, nu kunnen we het in ieder geval fixen, toch? Ik heb altijd al in de studio willen wonen. Ja, jij wilde sowieso in de woonkamer lopen. Ik heb hier ook lang gelegen in de woonkamer, inderdaad. Alleen, we hebben ook Fluffy McDoederstein, hè? Sinds Fluffy McDoederstein hier woont, wordt het huis gewoon beveld. Dus. Ja, dus is het een goed idee om in de woonkamer te lopen? Ja, dat is oké, toch? Het is niet alsof hij tegen het bed aan gaat zeiken. Wat moet er gebeuren, meid? Ik denk dat we die kast even leeg moeten halen, omdat we hem daarheen geschuift, toch? Moeten we dan niet eerst? Oh ja, dan moet ik dan eerst even die nog weghalen, denk ik. Moeten we dat niet gewoon schuiven met het erin? Ik weet niet. Ah, lijkt me wel. We moeten het proberen. De kamer lijkt een stuk kleiner dan wat we net vonden. Ja, zonder bed lijkt het toch nog kleiner. Ja. Ah, het is ook maar 1,90. Maar die tv die kan ik er ook even afschroeven. Dan hebben we dat alvast ook gedaan. Gaat dat zullen lukken, denk je? Ja. Waarom heb je dit ooit gedaan? Ja, omdat je uitzicht had op stel vuilnisbakken en wie zeg. Kijk, komt het hoor. Het mooiste stuk van het huis. Het is wel schever gaan staan, hè, zoals je kan zien. Ja. Gek, hè? Dat dit zo ineens weer zo leeg is. Ja, doe het raam ook wel even schoonmaken. Ja.
Ja, we kunnen ook daar tegenaan liggen. Dan kunnen we makkelijk naar de beamer kijken. Hier toch? Nee, kijk. Ja, dat zat ik dus te denken. Waarom zetten we hem niet hier? Dan kunnen we gewoon zo kijken. Dat zei ik tegen je. Ja, laten we dat gewoon doen. Ja, dat is beter, hè? Ja, vind je het oké? Okay? Mm-hmm. Ja, het is toch goed? We kunnen ook wat meer naar de bank toe, hoor, als je dat zou willen. Nee, ik lig toch lekker als ik zo kijk. Nu prima, hoor. Dit is helemaal nieuw voor jou, hè, Freek? Daar zit jij zo graag. Hey, liefie. En zijn bakkie staat nu hier. Ik kan het voor het eerst het bed opmaken zonder moeite. Ja, je hebt hier tijdelijk geslapen, toch? Dus toen kon je het ook. Oh. Toen stond hij strak tegen die kant aan, hoor. En dadelijk in het huis kan het helemaal, hè? Ik ga even een diepte interview met jou houden. Waarom vind je dit zo geweldig? Ja, ik vind het gewoon heerlijk om in een grote ruimte te slapen. Nou ja, ik moet wel zeggen, we dat hebben echt... Dat geeft zo'n gevoel van, ja, coziness. Snap je wat ik bedoel? Ja? Het is gezellig omdat het soort van ruim is en je niet voor één doel in Maar het is toch totaal bent? Niet logisch dat het ruimer juist beter is? Dat het cozier is? Nee, maar je hebt ook zoiets als te klein, toch? Dan is het gewoon ongemakkelijk. Dat is waar, ongemakkelijk. Ongemakkelijk. We hebben dadelijk wel allemaal mooie grote ramen ook, hè? Die helemaal van boven naar beneden zitten. Ja. Dat is wel vet. Die zijn langer dan jij en ik, denk ik, die ramen. Sowieso. En de bed kan zo staan, dat is ook wel echt top, hè? Oh. Ja, het is heerlijk. Wil je echt een nachtkastje? Ja, dat is wel lekker voor al je spulletjes, zoals je koptelefoon en je oordoppen. Ja. Nou, wie weet hebben we de oordoppen wel niet meer nodig. Dat zou helemaal fijn zijn. Nee. Liep je daarvoor nooit met... Nee, had ik eigenlijk wel moeten doen, vind ik, in de vorige. Maar ik heb speciaal laten gieten, dus Ja, waar je mee slaapt, hè? Ja, want dat ligt dan net even iets lekkerder. Omdat het echt op de vorm van je oor was. Moest ik wel echt weken wennen daaraan. Ja, ik vind dat dus niet. Want ik vind het niet per se. Ik voel die helemaal niet zitten die ik altijd heb. Ik voel nu eigenlijk die loops voel ik ook minder zitten overdag. Ja, toch wel. Ja, je went eraan. Maar ik moest ook heel erg wennen aan die die ik daar heb laten gieten, hoor. Ik wil even kijken hoe groot de beamer eigenlijk is als ik hem vanaf daar hierin shine. Ja, maar dit is best groot, toch? Vind je dit groot? Ja, we liggen letterlijk zo. Nou, even laten kijken. Ja, dat is wel waar, hè? Het is groter dan onze tv. Ja, het is hartstikke groot, joh. Mooi. We hebben dat ook weer gecoverd. Jongens, mijn beamertje. Heerlijk beamertje, dit. Heb je nog wat te zeggen? Nee. Oké. Hij heeft een gekke kleurtje, ben er blij mee. Ja, het is wel net als bij Monica wonen. Ik word er gevoelig door voor die kleur. Zo schattig. Ja, het is wel even dan die bruine popkleur. Ja. Ik ben wel benieuwd, het past wel bij de bank, denk ik ook. Maar je zit wel te denken, wat voor soort plankjes kan je ophangen? Oh, wat? Ja, maar inderdaad, er moeten toch plankjes daar komen, lijkt me. Ja, misschien wel, ja. Maar houtkleur is altijd mooier, vind ik. Toch mooi. Ja, toch. Ja, hou maar weer aan de slag. Je ziet al die strepen, maar we weten niet of het komt omdat het nog op moet drogen of dat het gewoon te gestreperig is. Want op zich, op het oog lijkt het best goed. Zo. Ja, maar ik moet ook nog even drogen. Ja. Morgen zien we pas echt, als we hier weer komen, of het nog een keertje moet. En morgen gaan we misschien wel de pakskast in elkaar zetten, als het lukt. Moeten we wel even, misschien langs kantoor, even mijn boormachine halen. We hebben in ieder geval twee ruimtes gedaan. Deze moet ook nog wel eventjes, hoor. Denk ik, zie nog wel wat oneffenheden. En dan hebben we natuurlijk de slaapkamer. Kijk, ik weet niet of je het gaat zien, maar... Ik heb het idee dat dit redelijk is op dit moment, toch? Ik zie nu wel wat vlekken, maar dat is volgens mij omdat het nat is vooral. Had je het nou verwacht, schat, dat we dit jaar nog in een nieuw huis zouden zitten? Nee, natuurlijk niet. Nee, ook niet. Nee, echt niet. Nou ja, ik hoopte het wel. De kachel staat niet aan en het is 20 graden. Ik wil me elke keer naar beneden schroeven, want ik hou er gewoon niet van zoveel... energy. Ik ben benieuwd hoe het in de winter is. Oprecht. Of het dan echt hier net zo koud wordt als bij mij. Ik heb al eens een keer wat hoger gewoond. Ja. En er stond ook de zon op de ramen. En dan hoefde ik echt, misschien 2 maanden in het jaar hoefde ik die verwarming. Ja, dat had ik dus ook. In Rotterdam was het ook niet zo vaak. Ja, dat is echt heerlijk. En ik hou sowieso van de warmte. Ik moet zeggen, nu als we wakker worden in ons huis wat we nu nog hebben. Dan... Zit je vastgevoel aan de vloer? Nou, ik wil niet opstaan, want ik vind het gewoon te koud. Die hele vloer is koud. Terwijl het is midden april. Het is ook oprecht, is het gewoon 14 graden. Het scheelt ook heel erg in energiekosten. Zo. Want ik ben nog nooit zoveel kwijt geweest per maand aan energie. Natuurlijk zijn de prijzen helemaal omhoog
grootte. Maar het werkt ook wel mee als je energielabel E hebt natuurlijk. Ja, we hebben nu hier energielabel A, denk ik. Minimaal. Ik denk het minimaal inderdaad. Ja, dus. Let's go. We lieten alles een tijdje drogen. De volgende dag keerden we terug om te zien of de vlekken verdwenen waren. Het is nog streperig. Oh, kut. Echt? Ja. Zelfde als gisteren. Ja. Oh, chips. Ah, het is wel min. Ja. Maar dat moet je nog een keer wel mee. Ja, maar hoe dan? Maar niet met van die kleine kwastjes, denk ik. Ja, uiteindelijk dekt het wel. Weet je zeker? Ja, het is zo schattig ook. Het is een nieuwe muur, hè? Waarschijnlijk moet je er veel mee zijn. Kijk, ik weet niet of je het op beeld ziet, maar het is inderdaad wel wat heftig. Oh, ik zie het daar ook inderdaad zo, ja. Maar viel rond, valt om mee, hoor. Dit dekt meer dan nu. We hebben hier natuurlijk ook al nog een keer overheen gegaan. Voor een voetkanaal is dit wel redelijk karig, hè, wat we hebben. Maar, even een tipje. Bij IKEA hebben ze de lekkerste repen ooit. Dat moet ik een keer in een mystery box doen, denk ik. Oh, dit is echt fantastisch. Ja, die is echt lekker, hè. Eergisteren dachten we voorstrijk niet nodig. Tipje voor jullie. Is nodig in nieuwbouw, want het is echt vlekkerig. En het wordt niet veel beter op, hè? Ik zie hem nu al niet meer zitten. Hoe bedoel je, ik zie hem niet meer zitten? Die muur, ja. Ik moet het 60 keer doen. Maar dat witte is ook niet echt wel. Dat is wit, maar... Dat is waarschijnlijk ook, maar je hebt zo'n zijkjes erop. Het is te warm, het is niet nieuwbouw, maar het is ook altijd weer doen. Dus... Ik zou op een gegeven moment denken, nou, het is wel nog maar een klein beetje vlekkerig. Klein beetje is niet erg, want het is natuurlijk gewoon één grote vlek. Ja, dat is wel. Maar, we zijn gewaarschuwd. Haar broer zei, doe voorstrijk. Wij dachten, Waarom mag mij weer aan? Ja, omdat je het met een grote kwast moest aan. Ah, ja, dat was het inderdaad. Oh, echt zoiets ook niet met een roller. Ik denk dat het wel wit is, toch zo? Ja. Ja, ik vind het wel netjes, hoor. Ja, we kunnen toch alles eraf trekken nu? Oh, van de kamer bedoel je? Ja. Ja, voor mij betreft, ik vind het wel goed. Ik vind het ook goed. Maar weet je, hij zegt even laat het droog of je zit er aftrekt. Ja, dan moet je alle verfresten. Dat moet het toch juist? Ja, de vloer dan. De vloer moet nat? Nee, de vloer moet niet nat, vooral niet nat worden. Maar nou, deze dingen kunnen wel afvallen. Kunnen we het zelf even doen? Ja. We gaan hier nog wat doen. Want zoals je ziet is het een grote vlekkenbende. Maar Guilaine heeft wel vertrouwen erin dat het nu wel gaat werken, toch? Ja, zeker. Echt? Ja. Ik ga voor het eerst voorstrijken en doe het in de keuken, want ja, misschien dat dit toch werkt. Ik hoop het wel in ieder geval. Want ik ben er al over dat laag al 4 keer overheen geweest. Dat even te kijken of er alsnog voorstrijk overheen kan, maar volgens mij niet. Oh, dus nu kan het niet meer. Ik denk dat als wij het gordijn daar al hebben hangen, dat het dan verschil maakt. Hè? Want je ziet het eigenlijk alleen maar daar, waar het goed. Nee, als je hier staat, zie je het op de hele muur. Goed, en ze lelijk. Ja, het is op camera heel slecht te vatten, maar je ziet heel veel vlekken. Hier is ook inderdaad heel vlekkerig. Maar het is zo raar, want het ene pakt heel goed en het andere... Maar kunnen we niet gewoon, want het maakt nu toch niet uit, het is toch al verziekt. Kunnen we niet gewoon even een stukje opsmeren en dan op een slecht stuk, weet je wel? En dan een beetje voorstrijken over 3 uurtjes en dan even eroverheen gaan om te kijken of het beter wordt. Nou, als het niet werkt, mag ik iedereen een andere oplossing verzinnen voor zijn eigen muur. Ah, het is gewoon de biel van onszelf, hè? Ja. Hadden we maar een paar dagen terug de tijd ingegaan en gezegd tegen onszelf, oh, nee, doe nou wel voorstrijken. Doe het gewoon wit. Geen worstelijk. Yay! Ja, hier zie je het dan niet meer, hè? Een beetje, maar... Nee, hier is het lichter. Nu wel, ja. Maar als je tegen de muur aan gaat kijken, dan ga je het wel zien, hoor. Hier. Er zijn echt 2-3 strepen gegeven. Volgens mij zit het in elke woning, behalve als je professioneel een bedrijf huurt. Ja. Wat leer je hiervan? Goedkoop is altijd duurkoop. En als je ons wil shamen in de comments, doe het vooral. Ik accepteer ze niet. Ha! Gijs. Dus laat het even drogen maar dan. We besloten naar huis te gaan en af te wachten tot de voorstrijk was opgedroogd. De volgende dag stond er iets leuks op de planning. Oké, mensen. Wij gaan vandaag inkopen. Nee, we gaan geen inkopen doen. We gaan grootste inkopen doen, want het hele interieur moet uitgekozen worden. Is dat zo? Ja. Ja. Nee, we wilden even nog wat dingetjes kijken. En in Zoetermeer heb je het Woonhart Zoetermeer. Daar zijn we nog nooit geweest, maar er zitten wat meerdere zaken bij elkaar. We moeten kijken naar iets voor in de berging. Oh ja.
plankjes. Stoelen voor aan de... Barkrukken. Een kast misschien. Ja, ik wil in ieder geval... Gewoon een inspiration. Kast, inspirational. Ziet hij daar nu als een shirtje uit. Zie je daar staan, die man met blote bas? Zie ik hem? Oh ja. Ja. We gaan dus naar Zoetermeer. We gaan kijken naar de spullen. En ik hoop... Nou, we moeten ook even kijken naar planken. Mm-hmm. Dat is nog een ding, planken. Ja. Maar we gaan eerst naar de intratuin. Echt? Ja. Waarom? Omdat het mooi weer is en mensen naar de intratuin gaan. Dus we kunnen beter dan vroeg naar de intratuin. Nou, vraag ik me af, het is vakantietijd. Ik ga liever eerst naar de TK. Dan gaan we eerst naar de TK, ook goed. En Guylaine en de zus gaat mee. Hi. Oké, let's go. Gaan we bij de TK Maxx voor iets speciaals? Nee, eigenlijk gewoon een beetje decoratie kijken. Ja, toch? Decoratie, maar bij die andere winkels gaan we wel even voor iets speciaals, toch? Ja, de vergane woonmal hebben. Is dat een vergane? Dat valt toch wel ze mee bij deze? Ze zeggen wel eens dat die woonmal een beetje vergane glorie is. Maar... Nou ja, zo erg als in Den Haag zal het niet zijn, toch? Nee, die is natuurlijk helemaal die megastores. Leeg. Wat is dat, een Barkley? Ik weet niet, is dat iets? Oh, is voor een hond. Hydration. Nee, maar het is allebei. Zie je? Voor jezelf en voor jezelf. Voor je hond. Echt? Kijk maar. Doe het aan de andere kant. Kijk eens aan de andere kant. Dat is een beetje smerig. Nee, alles, mensen vinden het niet zo erg hoor, met hun huisdieren iets te delen. Oh, oeh. Oh, wat een grap. Is een farao of zo. Weet je niet, ja, dat lijkt er wel een beetje op, hè? Bakjes hebben we niet echt nodig, toch? Of wel? Stevig, zie je het? Er zijn wel stevige bakjes. Dat is wel een mooie overschaal. Zo, is dit echt een Le Creuset? Ja. Ook een groter hebben ze. Zo. Maar wat willen jullie hier? Wat willen jullie hier? Nee, ik vond dat gewoon leuk. Weet je wat? Ja, dat vind ik echt mooi. Het is mooi, hè? Ik vond deze kleur ook mooi. Oh, maar die vind je mooi? Ik weet niet, het gaat maar meer om wat jij ermee kan. Als je niets meer kunt, dan kan dat hoeft het niet. Ik kan iets meer met dit. Oké, nou dan doe ik. Lasagne kan ik dit. Die is wel mooi, hè? Maar die kan ook. Kun je wel twee? Ja, huis op, joh. Aangevallen door die tassen hierachter. Maar hoe duur is het in het echt dan? Want dit is toch nog steeds best wel prijzig, toch? Zal ik even kijken? Nou, dat is wel een stuk goedkoper, ja. Dat is de helft, bijna. Ze hebben ook nog grotere natuurlijk. Ronde grote. Pak die is die grote? Nee, die is zwart. Die blauwe, toch? Vind je mooi? Ja, is wel mooi inderdaad. Oh, hij stond ook hier. Ja, het is wel mooi deze. Zullen we deze meenemen? Ja, die is leuk. Ik vind het sowieso echt een fijn merk. Misschien hebben ze ook nog wel Le Creuset pannen. Ja, wel leuk. Ja, wel leuk. Ja? Ben je blij met je Le Creuset? Ja, ik vind deze echt prachtig. Zo mooi. Ik wil sowieso eigenlijk alle pannen van Le Creuset. Maar ja, je hebt er al 2, 3. 3, ja. Ja. Mooie grillpannen ook dadelijk. Heerlijk. Jongens, als ik jullie 1 tip mag geven, neem nooit bestek met messing erop. Dat is zo kut. Ja, dat gaat weet er helemaal af. Dat is zo snel. Maar je mag het dus eigenlijk ook niet in water laten liggen. Dat is echt een no-go. Oh, misschien. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, ik ben wel van het water liggen. Zo van het water. Ja. Ja. Maar hebben wij echt pannen nodig? Ik heb nee, pannen. Ik heb helemaal niks nodig. Ik koop niet. Je hebt een grillpan van... dit lijkt op Le Creuset. Ja, lijkt dat er heel erg niet. Op. Oh, dit is wel handig voordat we weten waar de keuken is, toch? Oh ja, dat is wel handig, ja. Weet ik eindelijk waar de keuken is. Dat is wel leuk, ja. Ja, hier kan je ui in bewaren. Oh, echt? Ja. En die kleur niet zo. Nee, ik ook niet. Dat is een ook een transparant. Transparant. Oh, of zo. Jezus, wat is dit? Of een ijsschepkar. Ik weet niet wat het is. Als je de markt op wil met je ijsjes, denk ja, ik. Ja, precies. Dat is leuk voor een cappuccino in de ochtend. Ja, staat je goed, meid. Nee, met kookspullen dan ga ik nog even kijken als we er eenmaal wonen. Want kijk, dit vind ik prima hoor, om mee te nemen. Want daar hebben we wel een mooie van nodig. Maar hij ging het toch voor ons? Ik stuur hem hierheen. Ja? Een echte wokpan van staal. Oh. Carbon, steel. Carbon? Er zit toch geen dure auto's? Maar dit is wel echt mooi. Ja, zeker. Ik weet het niet. Ik ga er even over nadenken. Een leuk klein Brabantia pannetje. Ja, ik vind een Brabantia slechte pannen. Dat zijn hele slechte pannen hoor, schat. Ja. Oh, dit is een goede wokpan. Maar deze moet je... Ja. Dit is een echte. Is het een echte? Maar misschien een kleintje. Ziet er wel mooi uit. Elektrisch, ja, kan. Een dakje. Het is wel een kleintje. Ik hoef niet zo'n hele grote namelijk. Heerlijk wokpannetje. Met een mooie grip ook trouwens. Moet ik denken. Nice, hè. Heel rustig. Ik zie mooie barstoelen. Ja, ik zie het. Maar die passen niet helemaal, hè? Het is wel goedkoop. Hoe duur is dat? Maar je moet er wel 4 nemen, dan moeten we er 2 weggooien. Dat was de laatste keer dat jij naar Hako wonen en slapen ging. Ja, nooit. Jisk kunnen we heen. Maar... Nee, dat is ook een Guantanamo Bay. Ja, dat is ook een kwantum. Jij gaat die kant op. Gaan we naar Guantanamo of gaan we naar... Oh, is het boven? Is het er?
Van die IKEA-blokjes. Ja, het lijkt wel op IKEA inderdaad, dit ja. En dat tafeltje wel grappig trouwens voor bij de... Oh, een bed site. Voor het bed, ja. Ik weet niet, past dat wel? Ja, te groot denk je? Ja, ik denk dat die te groot is. Maar ik vind hem wel grappig, toch? Ja, op zich een klein beetje cheapy ogen. Ja? Ja, dat is wel raar. Ja, maar ja, dat krijg je met dit soort zaken, schat. Een beetje billetje denk je. Dat is niet helemaal klaar voor de zomer. Uitgezet door de warmte, of niet? Ja, hij is wel grappig inderdaad. Doe ze hem open. Ik vind hem niet zo heel slecht eruit zien trouwens. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, precies. Ik heb altijd gedacht dat dit dus kasten waren die mensen al miljoen jaren hadden. Dat die gewoon nergens meer te koop waren. Ik heb ook een kleintje, een dressoir en ja, grappig dingetje. TV-kassie. Ja. Maar ja, die hebben we al eens gehad. Dat is waar. Ik snap dus dit soort banken, dus, of dit soort stoelen dus ook niet zo heel goed. Ik kreeg er eentje aangeboden van Flexispot. Ik denk, wat moe met zo'n ding. Sorry. Daar ben je echt nog iets te jong voor. Ja, daar ben ik echt te jong voor. Gebark geknoopt. Ja, ik wil eigenlijk dit soort stof een beetje. Ja, dat lijkt me wel geinig. Dat vind ik ook leuk, ja. En dan in zo'n barkruk, maar dan niet zo hoog. Dit past niet eens, denk ik. Veel eisend. Ja, ons is ook niet zo hoog. Dat is echt een lage bar van IKEA. Dit is, die van ons is inderdaad lager. Het is meer van ons is een lager. Kookeiland, toch? Geen... dat is een interessante manier om banken te tentoonstellen. Grappig. Wel ruimte besparen. Zo kan je het ook thuis doen. Ik vind die bank trouwens niet eens zo lelijk trouwens. Een vakkenkast. Iemand zei ja voor je LP's van vakkenkast. Maar dat vind ik nou dus echt de meest verschrikkelijke. Ik hou daar ook niet echt van, nee. Ik vind dat niet zo. Je kan het wel op een leuke manier. Je hebt wel van die billykasten. En dan kun je de plank op andere hoogtes doen. Dat vind ik altijd wel leuk staan. Ja, dat is wel grappig. Ja. Je hebt ze wel die ik wel grappig vind, maar... Niet deze. Niet die witte standaard IKEA voor een kast. Het is ook wel grappig deze. Dit is nog wel grappig stoeltje inderdaad deze. Ja, dat is ook wel grappig. Wel een hele brede stoel, vind je? Ja, je hebt wel fikse ruimte voor nodig. Ik vind trouwens ook nog een grappige tafel. Schat, ik zie het toch niet helemaal hier zitten. Nee? Nou, zie jij iets wat je denkt van, oh ja, dat is... Nou ja, op zich deze steen. Dus voor... Of je gezicht kan rollen. Ga eens rollen. Oeh, dat is wel lekker. Ja? Lekker cool. Even voorhoofd. Nou ja. Oeh, zo, dat is lekker, gek. Ja? Ik snap wel waarom. Zeg om te masseren. Doen. Heel schattig met dat geborduur. Dat is wel mooi gedaan trouwens ook op zich wel. Ziet er wel echt netjes uit. Maar het schijnt zo door, je ziet zo dat dingetje er doorheen. Ja, dat is dan weer minder. Het is heel kut. Ja, toch zie je wel een verschil qua kwaliteit. Ja, van dingen, sowieso. Hè? Nou, dat was hem niet, hè? Dat was hem net niet, nee. Nee. Ja, als het goed is, er zijn nog meer. Daar, het loopt helemaal tot daar door. Moeten we wel hier naar beneden dan? Kan. Ja, de Guantanamo zit sowieso buiten. Guantanamo. Oh, die is groter dan bij ons, deze. Het is bizar groot. Die is goed. Dat is wel een grote afdeling, hè? Ja, zo, ja, valt het wel mee. Hij is heel hoog vooral. Vind die wel leuk, die stoel daarboven? Zeker. Ik heb niet het idee dat ze hoge stoelen hebben, nee. Dat is wel jammer. Vind je die niet heel groot? Deze is helemaal groot, inderdaad. Vind je die veel groter dan wat je zag? Ja, ik vind het ook niet zo mooi, hoor, dit. Is ook weer niks, hè? Dat? Nee, toch? Is wel leuk, toch? Vind je die leuk? Het gaat. Hoe hoog is de zithoogte? Oh, schat. Ik ben bang dat het een gat in mijn panty is, joh. Zou je niet vooralsnog 70 centimeter, zie je? Oh, is te hoog. Naar beneden en omhoog kan gooien. Ja, maar ik vind het wel lelijk ding. Sorry, dat is net alsof je bij een barbershop zit. Dat is echt bij een barbier of zo. Ik denk dat het nog moeilijk wordt met die hoge stoelen. Het wordt zeker lastig. Ja. Dit is ook niet helemaal het stofje wat ik bedoel, maar op zich redelijk. Maar het is een grote ding. Ik vind het echt een verschrikkelijk model. Ja, dat is een verschrikkelijk model. Ja, dat is wel leuk inderdaad. Ik zit niet bij de kapper. Het wordt wel lastig, want volgens mij moeten we 60 centimeter of 65 centimeter hebben. Sowieso, ja. Kom op, dit zijn toch geen kasten die we in de woonkamer zetten, meid? Hoezo niet? Waarom zou je niet in de woonkamer zetten? Doe zo normaal. Dat is toch wel leuk? Dit is wel leuk voor bij jullie in de gang, Meek. Dat is voor de schoenen, toch? Ook een beetje zo goed bij de vloer. Ja, het is wel echt wat voor Meek. Oef. Hoezo? Jongens, we gaan niet alles lopen belachelijk maken, hè? Wat jullie hebben. Ja, dat is... Die hebben we nog. Die hebben we nog, meid. Ze heeft niet opgehaald. Hè? Die gaat weg. Gaat er niet uit. Oh, ik dacht dat het op Marktplaats... Dat was een... Ik denk wel, hè? Wat lullig, ze vindt hem lelijk. Ik heb verder niet. Ja, zo hoor. Nou, dat is klote. Ik wilde nou net naar Mondiho. Ja, ik had ze allemaal leuke dingen gezien bij de Mondi Home online. Ja, dat weet ik ook. Nu is die gewoon gesloten. Die bestaat niet meer, de Mondi Home. Ja. We hebben niks gezien, toch? Helaas, niks gezien. Mochten jullie nog leuke tips hebben voor... Het mag ook webshops zijn trouwens, want
Nou, of wonen winkels in de omgeving Den Haag, Zoetermeer? Laat vooral weten. Dit is niks. Kan je vertellen? Nooit naar woonstad Zoetermeer. Dat is helemaal niet waar. Raad jij het aan dan aan mensen? Ik raad het wel aan, ja. Als je denkt van, ik wil gewoon even rondkijken, maar niks kopen. Dat is hier heel makkelijk. In de volgende video gaan we eindelijk de meubels in elkaar zetten voor ons nieuwe huis. En zien we eindelijk het eindresultaat van het schilderwerk. Tot snel!